Vandaag was er voor de bewoners van TMZ Meulenbelt een kerstwandeling, zodat ze het kerstverhaal konden herleven. Goed, Allen. Schrik niet. Wees maar niet bang. Ik ben een engel van God. En ik heb goed nieuws voor jullie. Maria is zwanger en ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Hij zou Jezus gaan heten. En later als hij groot is, zal hij goede dingen voor ons gaan doen, lieve mensen. En ga naar Jezus, onze redder. Een goede reis. Hallo mensen, hebben jullie het al gehoord? Nee. Hebben jullie het al gehoord? Hebben jullie het al gehoord? Nee. Wij hebben net wat gezien, echt waar. Ik geloof in mijn ogen niet. Wij zagen een echte engel. Echt waar, ik zweer het jullie, het was een engel. En de engel zei dat er een redder is geboren. De heiland, onze herder. En hij is geboren in de stad van Bethlehem. David. De stad van David. En je kunt hem vinden in een stal. Hij is gewikkeld in doeken en er ligt in de kribbe. Echt mensen, volg de ster en zoek onze heiland. Een heel goede reis gewenst. Hallo, wij zijn de drie wijzen uit Oosten. Mijn naam is Baldassar. En mijn naam is Caspar. Mijn naam is Melchior. Bij volgende ster naar Bethlehem, we hebben gehoord dat daar een koning is geboren. Wij wilden de koning ere brengen en cadeaus brengen. Ik heb mirre meegenomen. Mijn naam is Caspar en ik heb wierook meegenomen. Mijn naam is Melchior en ik heb goud meegenomen om de koning te mogen eren. Bedankt voor uw aandacht en een goede reis verder. Heeft genoten van deze kerstwandeling. Hopelijk zien we u volgend jaar weer. Hartelijk dank.